Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland. Welkom bij de Uitmarkt 2018 bij AT5 en NH, de aftrap van het culturele seizoen. Vindt hier plaats, eigenlijk op een deel van het Oosterdok aan de overkant en hier op het marineterrein. Er is echt van alles te zien, hè? Dans, theater, cabaret, kleinkunst, muziek, van opera, klassiek tot pop. We gaan proberen de komende 2 uur, we zijn 2 uur live op tv, online en ook op Facebook. We gaan bij het Olifant zoveel mogelijk mensen ontvangen, entertainers, artiesten, die gaan vertellen wat ze hier doen en natuurlijk het komend seizoen. We staan op het terrein, waar het regent natuurlijk onwijs, maar dat gaat de pret niet drukken vandaag. We staan op het terrein ook met 2 verslaggevers bij het Fringe Festival. En we gaan ook optredens heel kritisch bekijken met de kritische kijkers. Zij gaan dus voorstellingen alvast voor ons beoordelen. We krijgen een sneak preview. Edson da Crasa, stand-up comedian en presentator. En daarnaast theaterhater Linda Oordijk en Stefano Keizers. En die komt nog aangesneld, want die heeft net opgetreden. Stefano, je eerste voorstelling, net gespeeld, de tent hierachter. Hoe ging het? Ja, het was best waar. Mevrouw kwam huilend naar buiten. Het was een 1-op-1 optreden, een privé optreden. Dus dat is voor ons beiden even zwaar. Ik zie het nog aan je. Maar hoezo moest je huilen? Ik eindigde heel emotioneel met de dood. De dood is een groot thema. Altijd wel, maar vooral dit jaar op de Uitmarkt. Oké, maar je kan het winnen volgens mij, hè? Ja, precies. Nou, wie weet. Ja, theaterhater zei ik. Waarom is het, Linda, dat je niet zo van theater houdt? Ik kom er gewoon niet zo vaak. Het is niet dat ik het echt haat, maar ik kom er niet zo vaak. Waarom dan niet? Ik vind het vrij duur. Ja, dat heb ik daar net niet voor over. Uitmarkt is gratis. Ja, dat weet ik. Dan ben ik toch ook. De eerste keer? Nee, maar wel op het Oosterdok. Museumplein kwam ik wel wat vaker. We hopen voor jou ook op mooi weer. We staan nu droog, gelukkig. Edson, jij gaat ook optreden. Wat heb je met de Uitmarkt? Gewoon het begin van het culturele seizoen, dus dat is chill. En dat is gewoon mijn vak. Dus als het weer mag gaan beginnen, de zomer verdien ik geen reet. Dus dan ben ik vet skeer en blut. Dus nu gaan we weer wat centen verdienen. Kan ik weer wat melk kopen voor mijn kindjes. Dus dat klinkt heel goed. Ja, toch? Waar gaan jullie op letten straks? Want we krijgen straks voorstellingen te zien, Linda. Nou, of het een beetje te doen is voor mij. Qua prijs. Dat toch niet zozeer, maar of het ook echt leuk is. Soms, wat maakt het dan leuk voor jou? Ik hou niet zo van het alternatieve, dus het moet gewoon een beetje leuk zijn. Recht door zee. Ja. Ben je het daarmee eens? Nee, ik hou juist heel erg van het alternatieve. Dus ik ga letten op die edge. Dat moment dat alles uit de hand loopt. Ja, chaos hoop jij op. Ja, zeker. Nou, misschien hier ook een beetje chaos. Edson, word je kritisch? Ik ben altijd kritisch, maar ik zit er net tussenin, denk ik. Ik hou wel van, dat alternatieve kan ik van houden. Maar ik hou ook wel gewoon van lekker gewoon bam, in je face leuke dingen. Dus het hoeft niet altijd super diep te zijn of super veel lagen te hebben. Dus ik ben benieuwd. Jullie hebben het goed samengesteld, dit panel. Ja, kritische kijkers zijn het. Kom maar, jullie mogen mee. En dan zeg ik, nou, klap je krukje uit. Ga lekker zitten. Ja, dit gaat smooth. Heel mooi. Je mag hem dus ook tussen je benen doen. Dat schijnt ook goed te zitten. Oh, ja, precies. Ja. Ja, dan heb je nog een steuntje. En dan komt onze lieftallige Caroline met de popcorn. Alsjeblieft. Zit het goed? Zit dit goed? Mooi. En dan hebben we hier te maken met... Carly Spruit. Carly Spruit, welkom. Dankjewel. Wat dapper dat je wil optreden en een sneak preview wil geven. Wanneer treed je eigenlijk op? Morgen om 8 uur op het Krakeling podium. En wat ga je doen? Nou, normaal ben ik een duo, maar zoals je ziet een heel bijzonder duo. Normaal is er ruzie? Er is zeker geen ruzie. Maar mijn wederhelft kon niet. Dus ik ga het vandaag even in mijn eentje doen. Maar morgen zijn we met z'n tweeën. Dus dubbel zoveel muzikaliteit en humor. En dan doen we een stukje uit onze cabaretvoorstelling, zei ik. En moet je nog iets introduceren of zeg je ik ga gewoon? Nou, ik ga een stukje doen uit een nummer wat normaal een lied is met een sketch en gitaarspel. En wat we dus met z'n tweeën doen. En dat ga ik nu gewoon allemaal in mijn eentje doen. Nou, heel dapper, heel veel succes. Horen jullie haar goed genoeg of moeten we iets dichterbij? Misschien is dat beter. Ja? Oké, dit is de jury. Zij gaan jullie beoordelen. Kijk, hij heeft al op een 10 ingezet. Nou, dat is mooi. Top. Oké. Hou zo. Take it away. Ja, dankjewel.
Ik was laatst op kraamvisite, ik heb een nieuw nichtje. Iedereen hing boven de wieg en ik hoorde de legendarische woorden: oh, wat is ze prachtig. En terwijl ik mijn veel te droge beschuit met muisjes stond weg te kauwen, dacht ik, stelletje leugenaars. Ja, oké, ik ben pas 25 en nog geen moeder, dus ik ken dat hele roze wolkgevoel niet. Maar jongens, kom op, dat kind was niet mooi. Niet mooi, wat zeg ik, het was een gedrocht. Volgens mij was het de placenta die ze daar aan de tiet liet zuigen. En het is niet zo gek hè, dat het er zo uitziet, want het heeft een hele gore, bloederige, nauwe weg af moeten leggen om hier te komen. Maar als het mijn kind was geweest, zou ik hebben gezegd, waag het niet. Waag het niet om te zeggen dat dat op mij lijkt. Maar ja, dat zeg je niet. Dat doe je niet. Weer een ander excuus, verpakt in andermans woord. En steeds weer mooier dan je bedoelt. Gewoon omdat het zo hoort. Woehoe! En normaal dus nog met een tweede stem erbij. Zo, dan is het nog mooier. Maar we hebben hier een hele kritische kijker, Linda. Ik zag je, toch moest ik je, heb ik je betrapt om een paar keer lachen. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het echt leuk. Ik denk er ook wel eens over dat ik denk, ja, het ziet er niet uit. Dus ik vond het erg leuk. Herkenbaar. Ja. Hoe kan ik deze man nou vergeten? De man met de mooie, bondmuts. Eén vraagje, Gerson. Is het nooit, heb je het nooit warm zo? Nee, ik ben het gewend. Ja? Ja, inmiddels wel, hè? Ja. Wat zit eronder? Is dat geheim? Gewoon een hele mooie dread. Ja. Het ging me toch met een vaart naar beneden en voor je het weet kijk je RTL Boulevard. En is dat opeens het spannendste ding dat je ooit deed deze week. En het gluren naar de billen van de buurvrouw staat op nummer 2. En je zoekt je surf naar een plekje achter de horizon, maar je doet gelukkig nooit je vleugel zeg helemaal spreiden. Je vliegt wel weg, maar komt altijd terug. En gelukkig maar, hey, want ze hebben je nodig hier, 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 hier. Vergeet de tomatensaus niet. Schiet op, schiet op, schiet op. En papa, wat is ovulatie? Ik leg het je nog wel eens uit. Vanuit mijn camera kan ik de hele stad zien. Oei, 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 oei. En soms zwaait ze terug. Maar vertel eens even, wat is dit voor act? Dit is een typische ouderwetse, we deden het vroeger op de parade, dat soort plekken. Ja. Dit is een ouderwetse act waar je eigenlijk naar binnen gaat, je weet het niet. Ja. En dan ga je weer naar buiten, maar er is wel iets gebeurd. Maar wat dat dan is, dat weet je niet. En dan de mensen buiten denken, wat was dat nou dat daar gebeurd is? Dat kan je ook niet helemaal uitleggen. En dan denk je, nou, ik wil het wel meemaken. Dan moet je ondergaan. Dan ga je naar binnen, ja. En dan maak je het mee. Oké, okay. Maar we hebben natuurlijk niet zo heel erg veel tijd. Nee. Kunnen we dit snel doen? Ja, tuurlijk. Oh, je moet een koptelefoon op. Jij moet een hoofdtelefoon op. Niet afzetten, hè? Niet afzetten. Niet afzetten. Gaat dat lukken? Gaat lukken. Spannend. Spannend. Veel rook. Moet jij ook naar binnen? Moet je wel echt een hoofdtelefoon doen. Maar misschien kan de camera wel aan buiten blijven. Ja, de camera is buiten. Hallo, hallo. Oké. Alles komt goed. Ja, maak je geen zorgen. Ik heb alle vertrouwen in jou. Succes, man! Ja, echt. Ja, heeft hij aangeraakt? Ja. Ja. Mooi zo. Ik schrik me dood. Ja, hoort erbij. Nou weet je het. Schouderklop van God. Je zei ook eerder tegen ons, niemand kan zo begeesterd schrijven over de natuur als Jan Wolkers. Ja, hij is, dat is natuurlijk ook wel heel beroemd mee geworden, maar dat is waar. Ik heb hem ook wel een soort Jacques Bethijsse on speed genoemd, weet je wel. Echt dat ouderwetse biologische determineren, maar dan met fantastische metaforen. Hij genoot daar echt van. Hoe vaak komt het woord beestje voor in jouw in dit boek? Valt nog wel mee, maar je refereert natuurlijk aan het spuugbeestje. Ja, ja, ja. Ja, ja, wat ja. Natuurlijk fameus. Maar dat is een uiting van precies hetzelfde. Hè. Daar zie je hem op Texel om de poel schuieren. Maar 20 jaar daarvoor deed hij precies datzelfde. Midden met de beesten en de bomen en de planten in de natuur leven. Maar dan hier. Gewoon in Amsterdam. In de omarming van de stad. Ja, ja. Ik weet ook gewoon eigenlijk niet waar de buren.
De buren hebben een pakje besteld via internet, maar zijn niet thuis op het moment van bezorgen. Ik kijk naar de bezorger. Een vissige man. Zijn vermogen om te zweten is buitengewoon. En met twee handen houdt hij een heel klein pakje vast. Zo klein. Hij houdt het ook echt vast alsof het een jong vogeltje is. Maar dik. Dat pakje. Precies zo dik dat het net niet door je brievenbus past. Alsof ergens op de wereld een mannetje op een... Ja, het is in mijn geval eigenlijk altijd een mannetje dat zoiets doms doet. Maar goed, alsof ergens op de wereld een mannetje op een kantoortje deze ultiem domme afmetingen voor een pakje heeft bedacht. Zodat er dan extra bezorgkosten bij kunnen komen. Nou, ik kijk naar dat pakje en ik hoor mezelf zeggen... Nee. En ik schrik ervan, hè. Sorry, maar vandaag doe ik het gewoon niet. En weer wist ik niet dat ik dit blijkbaar wilde zeggen. De vissige ogen van de vissige man worden groter dan ze al zijn. Het denkt niet veel ruimte in. En ik weet niet zeker of het deze laatste zin is die me extra kwaad maakt en kortsluiting in mijn hoofd veroorzaakt. Maar het volgende moment hef ik mijn hand boven mijn oor en sla uit alle macht dat pakje uit de handen van de bezorger. En dan ook maar meteen dat stomme apparaatje waar je zo'n digitale handtekening in kunt zetten. Wat is dit? Vraagt de vis die nu op de grond ligt. Ik heb alleen maar uitgesproken wat anderen al dachten, zeg ik kalm. En sluit de deur. Ik voel me krachtig. En omdat ik niet weet wat daarmee te doen, ga ik zitten op de bank. Dit was een fragment uit Just Bart Zegels en Dan Ga Je Dood. Dankjewel. Femke, dankjewel. Femke. Graag gedaan. Ik ben benieuwd naar de kritische kijker. Net was je niet heel kritisch. Hoe is dat nu? Ik vond het wederom erg indrukwekkend. Er gebeurde gewoon heel veel. Ik vond de kinderen ontzettend goed. Dat die gewoon gaandeweg de monoloog steeds meer erin komen. En ik ben nou eenmaal een enorme liefhebber van grondwerk en van je lichaam echt gebruiken in de act. Ik vond dat je dat heel goed deed. Je lichaam op bijzondere manieren gebruiken. En nou ja, dat op de grond liggen herken ik ook heel erg uit mijn eigen voorstellingen. Dus ja, ik ben op zich wel echt onder de indruk. Het spijt me. Je bent wel te spreken. Nee, dat vind ik. Ben ik juist goed om te horen. Hey you, I'm talking to you. Don't run away because I see the shadow in you. I'm here to tell you that it's possibility too. So you can run, but you're just creating a loop. So just stay here in the moment with me. So I will tell you everything you don't want to see. And I will talk about the things you don't want to feel. From me to you, it's about to get real. Nou, ik zei al, we zijn hier bij de stand van de provincie Noord-Holland. En je willen eigenlijk laten zien van, soms wordt water wel als een grote vijand gezien. Misschien vandaag ook al, we hebben veel regen. Maar jullie willen ook laten zien van... Met water kan je ook op een hele mooie manier mee omgaan. En kan het eigenlijk als een soort van vriend worden gezien. Nou ja, we willen eigenlijk alle verschillende dynamieken van water in de provincie Noord-Holland laten zien. Inderdaad, dat water als bondgenoot heeft gediend met de Stelling van Amsterdam. Maar ook uitermate geschikt is voor recreatie. Even en... de Stelling van Amsterdam, dat is deze, hè, nummer 7. Ja, nummer 7 hier, hè, met de kringforten eromheen en de inundatie van de polders ter bescherming. Maar in deze tijd moet je ook rekenen. Er waren ontzettend veel stormvloeden, mensen. Wat wij nu vanzelfsprekend vinden, dat wij gewoon overal droge voeten hebben, is in deze tijd gewoon nog echt niet het geval. Het is Alkmaar aan zee hier bijna. Ja. I walk in, head high, stride strong, presence unannounced. I walk in, shoulders taut and wide, confident mind. My strut loud, my strut elegant, my strut proud. Won't apologize for the tapping balls on my feet. Won't apologize for the pounces of my heels, they follow my heartbeat. Self-celebrating, unbothered, and life-celebrating, my life, my joy, uncompromising. The earth and my feet, they have love for each other. The high fives make music wild. Soul keeps dancing, soul happy. I'm an element earth now. Walk, woman, walk. Dankjewel. Dit hebben we nog niet voorbij zien komen vandaag. Dus het was in ieder geval origineel. Ja, ik vond het prachtig. Weet je waar ik van hou, is als je in tune bent met dat wat je aan het doen bent. En dat zag ik. Ze was in tune, ze is blij, ze voelt dat wat ze zegt. Dat zie ik ook in haar gezicht en in haar lichaam. Dus dat vind ik mooi. Nou, ik heb dus gisteren opgetreden en toen heb ik condooms uitgedeeld. En het ding is dat je kan ze zeg maar gewoon safe gebruiken. Maar je kon ze ook door laten prikken. Voor als je dit zeg maar echt wil.
Dus ik wil een kit van jou en dan staat eronder, heb ik gewoon een beetje nog PR van mezelf gemaakt. Maar uiteraard. Hoe verantwoord is dit? Om ze dan... Je ziet natuurlijk wel dat er een gaatje in zit, hè. Dus... En in principe, nu zijn ze safe. Wil jij er eentje? Ja. Alsjeblieft. Of wil je dat ik hem doorprik? Ik weet niet. We zijn hier in terechtgekomen. Jongens, kom op. Het is zaterdagnacht in een overvol café. En na een biertje of 8 vraagt zij aan mij, ga jij met me mee? En jaloers zie ik ze loeren, wij verlieten hand in hand. Je weet van die stoere, gespierd en irritant. En van al dat gestaar voelde ik mij plots de ware veroveraar en glom ik van trots. Goed, afijn, ik op de fiets, zij achterop en opeens uit het niets lag ik bovenop. En tot dusver alleen positiviteit, maar nu achteraf mijn ego ten spijt. Dat hier de ellende begon en nu spartel ik terug. Zij draaide mij om en ik op mijn rug. En toen ging het mis. Een pijn scheut door het lijf, het matras dat was fris, mijn hart stekelig en stijf. En het deed maar zeer bij alles wat ik deed, keer op keer. Dus wat ik nu weet, als jij ooit je verovering roemt, dan is dit het moraal. Val niet op het negatief spiraal. Kijk, geil kun je zijn, maar wat men vergeet, seks is niet fijn met een veer in je reet. Stefano, jij bent er plots van uit je broek gescheurd, zie je? Ja, inderdaad. Klein scheurtje in mijn broek. Shout-out naar iedereen die nog dit soort broeken heeft. Ik vond zijn deliverance heel erg goed en ook de special effects. Wederom. Je kijkt naar een prachtige dans. Dat zijn allemaal verzamelde tentjes van verschillende festivals. En ik loop heel even naar iemand van de organisatie. Dat is Anna. Anna, kan je vertellen wat we hier zien? Hier zien we een dansperformance met kostuums of een sculptuur eigenlijk meer. Ja, maar ik zei net, het zijn allemaal verzamelde teentjes van verschillende festivals. Precies, dus de maakster hiervan is alle festivals deze zomer afgegaan om afgedankte teentjes te verzamelen. En daar heeft ze dit uitgemaakt. Dat is heel creatief bedacht. Ja, dat is fantastisch. En het wordt dus een sculptuur van wel 700 meter lang. Ja. En daarmee gaat ze in een kerk een fantastische performance maken met dansers. De kritische kijkers hebben net hier echt best wel staan vechten. Want jullie kwamen er gewoon niet uit. Nee, hoor. Eigenlijk. Het was best wel lastig. Want Linda, jij had een voorkeur. Waar ging die voorkeur naar uit? Eigenlijk naar de eerste. Maar toen werd het toch de tweede. Dit is al snel verklaard. Tadaa! Verrassing! Ja. Maar waarom de tweede? Dat was Femke. Voor wie het heeft gemist, wat deed Femke? Ja, Femke gaf zichzelf bloot. Hè. Die ging daar gewoon liggen. Die dacht van, weet je, qua moeilijkheidsgraad, dat wat zij deed, was toch wel echt out of the comfort zone van iedereen eigenlijk. Dus vandaar. Ja, helemaal mee eens. Het zijn vader Abraham-achtige praktijken hier wat betreft de uitreiking. En het is waar dat eigenlijk de eerste act, dus dat liedje, dat die hoog op alle lijstjes van de jury stond. Maar toen dacht ik ga nog even tegengas bieden door ook te zeggen dat de twee, je had wel alles gegeven. Maar meer als een soort tegenkleur en nu opeens is het twee geworden. Dus dat is voor iedereen... pijnlijk. Ja. Maar wat is jullie eindcijfer? Want ik zie het. Een 8 voor Femke dus. Nou, maar Loes, een collega is haar al aan het zoeken op het terrein om dat we haar de prijs kunnen overhandigen. En daar komt ze aangerend. Femke, je hebt gewonnen met een 8 gemiddeld. Met een 8? Wauw. Had je dit nog verwacht? Nee, ik had het echt niet meer verwacht eigenlijk. Nee, maar ik ben wel heel blij dat ik heb gewonnen. Ja. Gelukkig, ik heb voor jou hier... Een prijs! De prijs! Ja! Yeah! Yeah! Morgen zijn we hier natuurlijk ook gewoon weer van 2 tot 4. Met nog heel veel meer gasten bij het Olifat. Je weet, het Olifat. En nog heel veel andere mooie momenten, optredens bij het Fringe Festival en andere dingetjes. En de uitmarkt gaat natuurlijk gewoon door vanavond. Dus je kan ook natuurlijk gewoon ook hierheen komen. Of gewoon online blijven kijken. Morgen, 2 uur, zijn we er weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.